Lisa Ansems, kom er anders even bij. Je werkt, het onderzoek was van de Universiteit Utrecht, maar je werkt nu in Leiden. Ik ga dan hier staan. Ik heb net de film Chicago 7, The Trial of the Chicago 7 gekeken. Heb jij die gezien al? Nee. Nou, als je een onrechtvaardige rechtszaak wil zien, dan moet je dat even kijken. Het slaat stijl achterover. Jij gaat vertellen hoe belangrijk het is dat een rechtsgang eerlijk verloopt, ook voor de verdachte zelf. Precies. Aan jou is het woord. Dankjewel. Yes, ja, dat is een goed idee. Goedenavond. Ik wil vanavond graag een deel van mijn promotieonderzoek presenteren. Dat ik uitvoerde onder begeleiding van Kees van den Bos en Helene Mak. En dat ik onlangs afronde. En in dit onderzoek hebben we de rechtvaardigheidsbeleving onderzocht van verdachten in strafzaken. Door daarover met 100 verdachten te spreken. Nou, graag introduceer ik het onderwerp met behulp van een fictieve casus. Aansluiten bij de juridische context van het onderzoek. Dit is Joost. Joost wordt verdacht van een winkeldiefstal en moet daarvoor verschijnen bij de politierechter. En politierechters behandelen in Nederland relatief eenvoudige en de wat minder ernstige strafzaken. Nou, Joost gaat de rechtbank binnen en in de zittingszaal zitten tegenover hem een rechter, een officier van justitie en een griffier. Een officier van justitie vertelt waarvan Joost wordt beschuldigd. Joost mag daarop reageren en die beantwoordt ook vragen van de rechter. Nou, daarna krijgen de officier van justitie en Joost allebei nog een keer het woord. En de zitting duurt ongeveer een half uur. Dan doet de rechter uitspraak en die geeft aan dat hij Joost schuldig acht aan de winkeldiefstal. En veroordeelt tot een geldboete van €200. Nou, een van de vragen die in ons onderzoek centraal stonden was: gaat het mensen zoals Joost nou alleen of bijna alleen om de uitkomst van de zaak, of gaat het ook om de rechtvaardigheid van de procedure? We onderzochten dus ervaren procedurele rechtvaardigheid onder verdachten in strafzaken. Dat wil zeggen de mate waarin zij zich eerlijk en rechtvaardig behandeld voelden tijdens hun zittingen. En eerder onderzoek suggereert dat dat allerlei positieve effecten kan hebben. Zodat mensen bijvoorbeeld tevredener zijn met de uitkomst en meer vertrouwen hebben in het recht. En samen worden die positieve effecten van ervaren procedurele rechtvaardigheid wel het fair process effect genoemd. Wat wij in ons onderzoek hebben gedaan is het belang van ervaren procedurele rechtvaardigheid aan een kritische toets onderworpen. Door te kijken of verdachten in kwalitatieve interviews zelf met aspecten van procedurele rechtvaardigheid kwamen. En zo ja, welke aspecten dan? En in dat opzicht verschilt ons onderzoek van eerder onderzoek naar dit onderwerp, omdat daarin vaak mensen worden bevraagd op bepaalde aspecten van procedures. Dus dat onderzoek is meer top-down. En wij hebben een bottom-up approach gehanteerd door dus te kijken met welke aspecten mensen zelf kwamen. Dat hebben we gedaan door kwalitatieve interviews te houden met 100 verdachten in politierechterzaken. Dus dat hield in dat we verdachten op de rechtbank vroegen of ze ons na de zitting iets wilden vertellen over hoe ze de zitting hadden ervaren. De interviews begonnen steeds met de vraag: kunt u me vertellen of u vindt dat u net tijdens de zitting eerlijk en rechtvaardig bent behandeld? Nou, mensen antwoorden dan ja of nee of een beetje bijvoorbeeld. En wij konden vervolgens doorvragen waarom ze zich wel of niet rechtvaardig behandeld voelden. Dus als mensen bijvoorbeeld aangaven dat ze de rechter onpartijdig vonden overkomen, konden we vragen waarom ze dat vonden. En op die manier kregen we diepgaand inzicht in hun rechtvaardigheidsbeleving. Vervolgens hebben we de interviews geanalyseerd door ze te coderen. Dat wil zeggen dat je codes of labels eigenlijk, bijvoorbeeld de code onpartijdigheid, plakt op relevante tekstfragmenten uit de interviews. En ook die codes die haalden we uit de interviews zelf, dus die hadden we niet vooraf opgesteld. Nou, wat bleek? 76 respondenten noemden op enig moment tijdens het interview uit zichzelf aspecten van ervaren procedurele rechtvaardigheid. 24 respondenten noemden het in eerste instantie niet en spraken bijvoorbeeld alleen over de uitkomst van hun zaak. En in die gevallen vroegen we bijvoorbeeld hoe eerlijk of rechtvaardig men zich behandeld voelde tot de rechter uitspraak deed. Nou, na dat soort vervolgvragen noemden nog eens 21 respondenten aspecten van ervaren procedurele rechtvaardigheid en bleven er dus 3 over die het ook dan niet noemden. En dat geeft volgens ons aan dat ervaren procedurele rechtvaardigheid er dus voor veel verdachten toe doet. En dat het er niet alleen gaat om de uitkomst van hun zaak. Nou, wat voor aspecten van procedurele rechtvaardigheid noemden mensen dan? Wat het vaakst genoemd werd was de informatie die ten grondslag ligt aan beslissingen van rechters en officieren van justitie. Bijvoorbeeld of er rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dat werd door 56 respondenten genoemd. Dus iets meer dan de helft van de geïnterviewden.
Wat ook veel genoemd werd, namelijk door 43 respondenten, was de bejegening op de zitting. Dus de manier waarop de rechter en de officier van justitie met de verdachte omgingen. En daarbij ging het er met name om of zij vriendelijk, meelevend waren en of ze niet te streng en aanvallend deden. Nou, en iets anders wat veel genoemd werd, was wat in de literatuur wel wordt aangeduid als due consideration. En daarbij gaat het om de perceptie dat je dat er echt aandachtig naar jouw kant van het verhaal is geluisterd. En het ging bijvoorbeeld daarbij ook om het bespreken van de argumenten van de advocaat door de rechter. Of het samenvatten van het verhaal van de verdachte. Het werd genoemd door 41 respondenten. 39 respondenten noemden neutraliteit. En daarbij ging het met name om onbevooroordeeldheid en ook het wegen van twee kanten. En neutraliteit bleek eigenlijk een centrale rol in het onderzoek in te nemen. Doordat veel andere aspecten van procedurele rechtvaardigheid die mensen noemden, dat ze die belangrijk bleken te vinden omdat die leidden tot de perceptie van neutraliteit. 32 respondenten noemden wat in de literatuur wordt aangeduid als voice. Dus de perceptie dat jij echt jouw kant van het verhaal hebt kunnen vertellen. En daarbij vonden mensen het ook belangrijk dat ze uit mochten praten zonder onderbroken te worden. En dat ze als verdachte het laatste woord kregen. Nou, een laatste aspect van ervaren procedurele rechtvaardigheid dat relatief veel verdachten noemde, namelijk 25 respondenten, was zorgvuldigheid. En daarbij ging het er onder andere om of er de tijd werd genomen tijdens een zitting. En ook of de rechter en de officier van justitie de zaak goed hadden voorbereid, bijvoorbeeld door het dossier dus goed te lezen. Nou, wat betekent dit nou? Een belangrijke implicatie van het onderzoek is, denken wij, dat ervaren procedurele rechtvaardigheid er dus toe doet voor veel verdachten. Dat het niet alleen om de uitkomst gaat. En het onderzoek biedt bijvoorbeeld aan rechters ook handvatten om die ervaring van procedurele rechtvaardigheid te vergroten onder verdachten. Als we bijvoorbeeld terugkeren naar casus Joost, dan is het zo dat als de rechter neutraal en vriendelijk overkomt bijvoorbeeld en laat zien dat hij echt rekening houdt met relevante informatie, dat de kans groter is dat Joost zich procedureel rechtvaardig behandeld voelt en daardoor bijvoorbeeld ook meer vertrouwen heeft in het recht. Dankjewel. Heel Lisa Ansums, dankjewel. Wat ik me nog afvroeg, want je spreekt de verdachte dan nadat de uitspraak ook al gedaan is? En heb je daar dan toch, kijk, als je dan net een goede uitspraak hebt gekregen, dan ben je misschien ook positiever over de rechter. Heb je dat op de een of andere manier kunnen meewegen? Ja, dat is een goede vraag die je stelt. Klopt, ik sprak verdachten na de zitting. En bij dit soort politierechterzaken hebben mensen dan inderdaad bijna altijd eigenlijk al een uitspraak. Soms wil de rechter er net nog wat langer over nadenken of gaan ze een andere keer verder met de behandeling. Maar de meesten hadden een uitspraak. En het is natuurlijk een logische gedachte dat mensen blijer zijn met de procedure als die uitspraak een beetje gunstig is. Ja. Dat is iets wat ik niet helemaal uit kan sluiten, dus dat zou zo kunnen zijn. Maar ik heb wel iets gedaan om dat te proberen te verminderen, namelijk door mensen zoveel mogelijk al voorafgaand aan de zitting te vragen of ze na de zitting mee wilden doen. En dan waren er toch heel veel mensen die zeiden, ja, ik ben een man van mijn woord. Het zijn vaak mannen natuurlijk die je op de rechtbankgang aantreft. Mijn hoofd staat er nu niet echt naar, maar ik heb het je beloofd, dus ik doe toch maar mee. Dus op die manier heb je toch ook mensen met een ongunstige uitkomst ertussen zitten. Oké, heel slim. Een man, een woord. Zelfs als die, als hij misschien iets boefers heeft gedaan. Dat pleit weer voor ze. Heel erg bedankt voor jouw presentatie. En ook aan jou kunnen natuurlijk vragen gesteld worden online. Maar bedankt voor nu. Ja, zeker. Lisa Ansem.